Errol the Guardian Perry. Darius Grilauskas. When the bell rings and the action begins, the referee in charge is Marco Bruersu. And this is also a fight of 3 minutes, three rounds of 3 minutes. Ik was even afgeleid, sorry. Drie rondes van 3 minuten. En dit gaat het worden. 3 minuten keiharde acties in de ring. De finale, de grote finale hier van vanavond natuurlijk van het Nederlandse K1 toernooi. Twee mannen die de keihard voor je gevochten hebben, de diverse tegenstanders hebben verslagen. En dit vergt erg veel van je. Veel van je conditie natuurlijk, veel van je uithoudingsvermogen om nog eens een keer de derde partij vanavond hier te gaan verrichten. 3 minuten lang. Gaat het Errol Parris worden? Of gaat het Darius Grilauskas worden die doorgaat? Misschien zelfs wel in de toekomst naar Japan. Om daar in de grote finale voor het grote geld te gaan vechten. Maar jullie zijn nog even belangrijk, jongens. Laat zo meteen horen wie je bent. Moedig zijn! Seconds out, round one. Yeah.
Jongens, blijf even zitten op een spectaculair einde. En we hebben natuurlijk ook de prijs te krijgen. Fighters, please descend to the ring. Dames en heren, Sjanne Hasselaar, Koen Scharnebeek, Katharine Manaert, Peter Aerts, de organisatie. En natuurlijk de man hiernaast me. Wil ik nog even voor jullie een kleine applaus hebben, Mr. Daan Ennegin. En een applaus gaat ook natuurlijk voor Sjanne Hasselaar, Koen Scharnebeek, Katharine Manaert en Peter Aerts. Fighters, please descend to the ring. Ladies and gentlemen, the winner in this second round, by way of technical KO, after 2 minutes and 30 seconds, Errol the Guardian Parris. A piece of big hand to the men of Belarus, Darius Grilauskas. Take us out here in the toss of the night, Errol the Guardian Parris. Very well prepared for it. The Danish coach, Shovel Hasselaar. The toss winner, Errol the Guardian Parris. Uitgeven.